Muziekvereniging Kunstmin uit Gorssel en Concordia uit Eefde. Speciaal voor dit project zijn de muziekvereniging Kunstmin uit Gorssel en Concordia uit Eefde een samenwerking aangegaan. Ze treden op als één orkest, maar staan onder leiding van beide dirigenten Wout Lichterink en Jos Pijnappel. Kunstmin is opgericht in 1906 en Concordia in 1913. Beide zijn nog volop in bloei. Er is regelmatig aanwas van jeugd dankzij de professionele opleiding die de verenigingen in eigen hand hebben. De jongste muzikanten krijgen de eerste beginselen mee in de blokfluitgroep. Daarna kiezen zij voor houten of koperen blaasinstrumenten of slagwerk. Uiteindelijk komen de muzikanten terecht in het A-orkest, het B-orkest of de Mallet-band. De samenwerking tussen Kunstmin en Concordia heeft al voor het Hanzenfestival vorm gekregen door het lidmaatschap van de stichting Muziekgolf. Dit is een federatie van de 8 muziekverenigingen binnen de gemeente Lochem, met als doel de promotie van de amateur blaasmuziek. Dames en heren, uw aandacht voor muziekvereniging Kunstmin uit Gorssel en Concordia uit Eefde onder leiding van Wout Lichterink en Jos Pijnappel.
Goedemiddag, welkom op het middaggedeelte van deze tweede Hanze Festivaldag. En wat zit het alweer lekker vol. En vooral hier, welkom aan deze twee verenigingen. Jullie hebben het concert geopend met de 3 musical haikus voor band. En daarvan nummer 14, The Never Forgotten, van Stephen Melillo. En Stephen Melillo heeft dit een aantal korte koralen geschreven. En hij noemt al deze koralen musical haikus. Deze haikus zijn oorspronkelijk geschreven als onderdeel voor een warming-up. Maar veel dirigenten en orkesten vinden ze zo mooi om te spelen dat ze vaak gebruikt worden als inspeelwerk voor een concert of een concours. Het programma gaat verder met opnieuw de derde uitvoering van de Appalachian Overture van James Barnes. En dit werk beschrijft de regio van de Appalachen, een bergketen aan de Amerikaanse oostkust. Die loopt van Maine over meerdere staten naar Georgia. Tegelijkertijd geeft het de ervaringen weer van de oude pioniers die langs bergketen aan de Appalachian Trail hebben gewerkt. Het derde stuk van het programma is Don Quixote de la Mancha van Rob Goorhuis. Nou komen de moeilijke woorden. In 2005 was het 400 jaar geleden dat de schrijver Miguel de Cervantes Saavedra het eerste deel van zijn inmiddels wereldberoemde werk El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha publiceerde. Don Quixote was een edelman die in de waan verkeert het onrecht in de wereld te moeten bestrijden. Hij trekt met zijn strijdros Rosinante en zijn schildklaap Sancho Panza de wereld in en hij beleeft allerlei opmerkelijke avonturen. Daarbij speelt zijn liefde voor de jonkvrouw Dulcinea van Toboso een bijzondere rol. Een van de bekendste taferelen is zijn gevecht tegen de windmolens in de vlakte van La Mancha, die hij voor vervaarlijke, kwaadaardige reuzen aanziet. Het werk Don Quixote bestaat uit 4 korte deeltjes. Don Quixote, Dulcinea, Sancho Panza en Rosinante. Het programma vindt het slot in het werk van Hector Sazou, Tout Petit Cirque. En Tout Petit Cirque is een nummer van de Franse band Debout sur le Zinc, het staan op het zink. En dat heeft ermee te maken met het zink waarvan een bar in een café is gemaakt. En daarop muziek maken komt schijnbaar nogal eens voor in Frankrijk. De band speelt een mix van verschillende stijlen, de meeste daarvan gebaseerd op folkmuziek, Ierse folk, Franse chansons, Joodse klezmer en rock. Maar ook gypsy, jazz, tango en wals komen regelmatig terug. Heel veel plezier en succes met dit mooie programma. Thank you.
Thank you.